De regering heeft het besluit genomen om te stoppen met het mijnen van goud in de rivieren, benadrukt Reshma Kuldeep Singh, minister ad interim van Defensie. De bewindsvrouw reageerde op vragen van DNA-lid Obed Kanapé, die bij een vorige vergadering stelde dat de scallions vernietigd worden en een gevaar vormen voor de vaargeul. De bewindsvrouw haalde aan dat het mijnen van goud in de rivieren met scallions en kwik zeer schadelijk is voor de flora en fauna, drinkwater en ecosystemen van het land. De eigenaren of houders van de scallions zijn ettelijke keren schriftelijk en mondeling aangezegd om te stoppen en hun scallion te verwijderen. Nu zijn in een operatie geleid door het Openbaar Ministerie 10 scallions vernietigd door een team van politie en leger. Voorzitter, rapportage is dat ze niet in de vaargeul zijn. Wij zullen een grondig onderzoek instellen en indien zo die doen verwijderen. Minister Kuldeep Singh sprak tijdens een vandaag gehouden openbare vergadering in de Nationale Assemblée.